Van Ginkel, goed gegeven. Rechterkant. Van Ginkel. De Jong. Locadia. Zo'n lastig balletje die in eigen doel wordt gewerkt door Matthij. Wat een sneu doelpunt. Miscommunicatie tussen hem en doelman Christensen. Want die ging naar de bal. Matthij ook. En dan is het de voorzet van Locadia die tot treffer wordt gepromoveerd door Matthij. De centrale verdediger. Ja, rechts achter het doel bij Christensen hebben de trouwe PSV-fans het reuze naar hun zin. Na dit begin. Arias. Ze mogen daar toch aardig doorlopen. De Jong vindt weer Locadia. Nu centrale positie. Goeie redding, Christensen. Doelschop daar. Op de paal gekopt. De Swaap helemaal vrij en vrij gelaten. En dan Christensen die er nog een handje tegen aanzet. Dat was wel belangrijk. Dat had hij gescoord. Locadia. Richting De Jong. Vaas. Oh, misverstand nummer 2. Vaas doet maar de duim omhoog. Van, we hebben het opgelost op deze manier. Maar dat komt omdat De Jong daar verder niet zoveel mee kan doen. Hendricks. Lozano goed gelopen. Buitenkantje rechts. Meteen gespeeld. Goed gered. Christensen. Half uur gespeeld. PSV leidt 1-0. Heeft ook verder weg de meeste mogelijkheden gekregen. En kan hier nummer 2 aantekenen. Nu bal op de lat. Schwab. Goed balletje van Schwab, maar wat ligt het daar helemaal open? Dan terug naar Lozano. Bal van richting veranderd, het is 0-2. Ja, het is een wat gelukkige treffer. Want het gaat volgens mij via Fortes, maar het is wel mooi uitgespeeld. Zeker. Schwab over vele meters daar aan de rechterkant. Arias gevonden. Die naar Lozano. En dan 0-2. El Azouzi. Ja, legt hem daar goed neer. Elbers net aan de bal voorbij. Dan had het nog qua stand wat spannender kunnen worden. Lozano raakt die bal nog aan als laatste. Maar er is ook hens gemaakt. Dus zegt Kamphuis, geen treffer. Geen geldig. De Jong zou de bal met de arm hebben beroerd, is zijn oordeel. De Jong beweert duidelijk iets anders. Ja, punt van de schouder wil ik zeggen. Elbers. Ja, krijgt hem bij Kolwijk. Die heeft een schietkans. Kolwijk schuift 1-2 binnen. Zomaar uit het niks. Elbers tussen heel veel PSV'ers in. En die vindt Kolwijk. En die zou toch ook omringd moeten zijn door heel veel tegenstanders. Maar krijgt de gelegenheid om uit te halen. En dat doet hij. Die benut hij. Swaap, paasje van Isimat en dan Elbers, 2-2. Nee, Zoet weet dat te voorkomen. PSV knoeit. Ingreep van Zoet was nodig en goed. Goede tussenkomst van Elbers. En dan tegen de knie van Zoet opschiet. Maar hier, de kans voor Bessaoud. En in de rebound is daar weer de voet van Zoet. Van Duinen. Van Duinen. Van Duinen. Schot geblokt door Isima. Dat is een compliment ook aan Excelsior. Want dat is in ieder geval qua stand en ook qua kansen terug in de wedstrijd. Van Ginkel daar bij de bal. En die schiet hem nog hard op de lat. Misschien dat de IJslandse doelman daar nog met wat vingertjes aan zat. Bal daar bijna in eigen doel geschoten. Zoet en scoorde in blessuretijd. Dat deed hij vorige week in Zwolle. Maar toen was het in het goede doel. Hier schiet hij hem bijna pardoes langs Zoet. Voor de zoveelste keer blijft PSV toch schadevrij. En ook dat is een kwaliteit.
13 wedstrijden 12 keer gewonnen. Dat is een geweldige reeks.